We hebben Geertrui Verbraak van AMA's. Jeroen Waanders van Drentse en Overijsse Delta. En we hebben André de Keizer van Waterschap Rivierenland. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom uiteraard. Ik zou jullie eerst willen vragen om jullie zelf even aan het publiek voor te willen stellen. Of voor te stellen. Geertrui, zou jij willen beginnen? Ja, dankjewel. Ik ben Geertrui Verbraak. Ik werk bij Waterschap AMA's als Chief Digital Officer. Dus ik ben met mijn team bezig met de digitale transformatie van ons waterschap. Dankjewel. André? André de Keizer, Waterschap Rivierenland. Teamleider bedrijfsvoering. In mijn team valt onder andere de regiekamer in van ons waterschap. Dus we staan met de voeten midden in de business. Hartstikke goed. Jeroen? Ja, Jeroen Waanders en ik ben adviseur innovatie bij Waterschap Drentse Overijsse Delta. En ik ben vooral vanuit de technologie aan het kijken hoe ik bedrijfsprocessen daarmee kan ondersteunen. Oké, dankjewel. Zoals gezegd, we gaan aandacht besteden aan datgene wat in de keynote onder de aandacht is gebracht. Maurice, als ik kijk naar jouw presentatie en dan met name jouw bevindingen uit het onderzoek, dan geef je eigenlijk aan dat er twee randvoorwaarden zijn. Allereerst is die datageletterdheid, die is belangrijk voor een intelligente of datagedreven organisatie. De andere kant is dat je zegt, ja, datagedrevenheid, dat doe je niet alleen. Daar zoek je een ecosysteem en samenwerking voor. En daarvoor had je eigenlijk niet zozeer als randvoorwaarde geformuleerd, maar had je eigenlijk gesteld dat het lastig is om de waarde te bepalen van use cases. Ja. Geef ik daarmee een goede de kern aan van jouw boodschap? Ja, in wezen wel. Er staan nog wat meer zaken in het rapport. Maar de kern is dat, kijk, een use case, we hebben het in de voorbespreking ook eens over gehad. Het bepalen van de use case is één. Een proof of concept maken is dan ook nog wel mogelijk. Maar dan door te vertalen aan alvast te voorzien in dat we dat ook in productie gaan nemen. Van die use case, daar zie je dat organisaties daar wat moeite mee hebben. Dus die use case uiteindelijk tot productie brengen. En de randvoorwaarde is daar onder andere één van. Hè. Dus de datageletterdheid om dat succesvol dan in te gaan brengen. Dat mensen niet alleen op hun buikgevoel blijven keuzes maken, maar ook daadwerkelijk het gaat gebruiken. En anderzijds, ja, je doet het inderdaad niet alleen. Je hebt andere organisaties nodig om uiteindelijk de use case te vinden, of meerdere use cases te vinden en die succesvol te maken. Oké. Als we kijken naar de use cases, het definiëren van de use cases, het draagvlak vinden in de eigen organisaties, herkennen jullie dat? Vindt dat bij jullie waterschappen ook plaats? Wie wil er iets over zeggen? Ja, ik wil daar wel graag iets over zeggen. Ik herken dat heel erg. We zijn ook heel erg aan het kijken hoe breng je vraag en aanbod goed bij elkaar. En wat wij merken is dat die vraagarticulatie dan ook heel belangrijk is. En wat is jouw vraag precies? Bijvoorbeeld, vraag je om een dashboard of vraag je eigenlijk om betere sturing op je proces? Of zou je eigenlijk je dienstverlening willen verbeteren? En wat wij merken is dat het ook heel erg helpt. Want jij gaf ook jij zei van ja, ook die opschaling daarna die is heel erg belangrijk. En wat voor ons wel helpt is dat eigenlijk al helemaal aan de voorkant bij het bepalen van de use case, dat je dat ook echt samen doet met elkaar. Dus zowel een business partner als degene die heel veel ideeën heeft over data en informatie. En dat je het ook echt samen gaat ontwikkelen. Je maakt samen die proof of concept. Dus dat zijn niet twee aparte werelden. En daar groei je in met elkaar. Misschien herkennen mijn collega's dit wel. Ja, zeker. Voor mij heb je daar helemaal gelijk. En wat volgens mij ook helpt bij een goede use case is ook dat er gewoon een gevoel van urgentie is om ook een verandering in je organisatie tot stand te brengen. Dus dat er een opgave komt te liggen die je met de huidige manier van werken of met de huidige bezetting die je in je organisatie hebt gewoon niet waar kunt maken. Zodat je ook vanuit bestuurlijk en misschien ook wel directieniveau, zeg maar, gewoon ook het commitment hebt om deze beweging in gang te zetten, te onderzoeken en uiteindelijk ook te implementeren. Ja, dat was ook een van de onderdelen van het rapport, hè, commitment. Ja. Daar begint het onder andere ook. En een beetje lef. Ja, ondernemerschap. Nou ja, dat woord dat triggert mij, het woord lef. Ik hoorde Jeroen al iets in die richting uitspreken. Ja, dat soms ook uit de business gewoon door lef te tonen, gewoon iets initiëren. In ons werk binnen de regiekamer hebben we een redelijk beperkte groep aan mensen. We moeten een groot areaal aan installaties bedienen. En de grote hap zit in de rioolgemalen. Daar hebben we er 190 van in ons systeem. Dat kunnen wij als operators in de regiekamer niet allemaal bemannen. Dus daar wil je ze gaan bij helpen. Want hun kennis, hun expertise zitten meer in het zuiveringsdeelvak.
Dus daarvoor zijn we naar op zoek gegaan naar een business case om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, dan zie je ook wel dat we met een badkuipcurve te maken hebben gehad. We hebben een fantastisch idee, ja, dan gaan we aan beginnen. Enthousiast, maar dan komt het. Het werkelijk tot wasdom brengen van de business case en uiteindelijk tot uitrol komen. Dus dat herkennen we heel erg. En die badkuip zit er met name in het enthousiasme aan het begin. En dan de uitvoering met hobbels en bobbels. De techniek die mooier lijkt, in de praktijk wat weerbarstiger is. Je data, is die wel op orde? Want je hebt heel veel data, maar is die ook bruikbaar? Is die van waarde om die business case uiteindelijk goed rond te krijgen? En dan wordt het enthousiasme weer. Begint het toe te nemen, want dan gaat het lukken, gaat het lopen. Ja, en dan probeer je het verder te brengen in de organisatie om de armen op elkaar te krijgen, de handen op elkaar te krijgen om het tot echte uitvoering te laten komen. Ja. Ja. Dus lef, ja, zou ik iedereen willen meegeven, is belangrijk. Ja. Maar je zou zeggen dat op het moment dat de waarde van een use case goed duidelijk is, van een toepassing, want use case vind ik een wat lastig woord, maar als de waarde van een toepassing goed helder is, dan is er niet per se lef nodig. Dan kun je dat aantonen. Ja, dat als je misschien iets aanpakt wat al deels bewezen is in de markt, of wel meer voorbeelden van zijn, dan heb je denk ik een terecht punt. Maar als je nog ook een stuk daarin pakt wat helemaal onontgonnen is, wat helemaal nieuw is, dan zit daar natuurlijk nog geen zekerheid in wat dat gaat opleveren. En dat heeft ons enorm geholpen om dan toch door te zetten. Maar ik denk ook als je kijkt richting implementatie, is het uiteindelijk ook een verhaal van consequenties. Want je kunt wel een verandering waar kunnen maken en een andere manier van werken kunnen implementeren. En iedereen kan daarvoor klappen, want iedereen vindt het leuk. Maar er horen consequenties bij. En dat is de vraag of dat aan de voorkant ook altijd helemaal helder is. Wat betekent dit dan voor mij als we dit echt gaan doen? Ja, wij hebben daar ook wel een mooi voorbeeld van. Want we hebben een van onze zuiveringen is met het team op die zuivering zelf bekeken van, stel nou dat deze zuivering over een x-aantal jaar echt onbemand zou zijn. Wat zouden we dan gaan doen? En dat team is echt aan de slag gegaan om stapjes te zetten om hun eigen zuivering, om zichzelf misbaar te maken op de eigen zuivering. Ja, dat is natuurlijk wel spannend. Maar hoe gaaf is het om van die ontwikkeling ook deel uit te maken, hè, om dat zelf te doen? En mensen geloven ook wel dat daarna iets anders moois komt. En ze weten ook wel dat je dat niet in één jaar of zo hebt gerealiseerd. Maar de eerste stap was wel dat de hele grondstoffen toeleveranties is helemaal geautomatiseerd. Er komt geen mens meer aan te pas. En er gaat automatisch een signaaltje naar de leverancier op het moment dat er een stof nodig is. Dus dat zijn prachtige stappen daarin. Maar daar is wel lef voor nodig. Want ja, dat gaat wel over wat jij nu voor waarde toevoegt en dat anders wordt in de toekomst. Maar waar was die waarde die het dan nu oplevert? Zijn dat waardes die vooraf al bekend waren of zijn dat juist die in de loop van het traject zichtbaar worden? Ja, die worden echt in de loop van het traject worden die door het team zelf eigenlijk geïdentificeerd. Hè? Echt gewoon koppen bij elkaar en echt kijken naar een proces. Ja, wat zijn nou dingen die wij kunnen beetpakken om een stap in te zetten? Dus ja, het is echt eigenlijk nog in de brainstormfase dat zulke stukjes eigenlijk op de backlog worden beetgepakt. En daar gaan zij ermee aan de slag. Maar het komt wel vanuit henzelf. Hè. Het is niet zo dat er ergens iemand op een of andere kantoor naar de data zit te kijken en denkt, oh, dat kan nog wel even wat beter. Nee, dit zijn echt hun eigen ideeën. En dat is, vind ik, wel mooi. Dus dan is nu ook een moment van, hey, dit werkt bij ons, dat gaan we op de andere zuiveringen ook uitrollen. Ja. Ja, en dan zie je ook wel, oh ja, maar dat is daar toch wel weer anders. En dan heeft dat ook wel weer even wat begeleiding nodig en met een steuntje in de rug om dat dan daar ook voor elkaar te krijgen. En daar zit je in de opschalingssfeer dan. Hè? Dan heb je weer nieuwe hobbels te nemen en proberen we goed in goede baan te leiden. Ja. Wat je vaak ziet in organisaties is dat op het moment dat je een idee hebt en je legt dat bij je manager neer, hè, dan krijg je vaak in mijn ogen een dooddoener als, ja, kom maar met de business case. Want dan ga je het vervolgens niet over de toepassing hebben, maar over de toegevoegde waarde. En dan krijg je hier de discussie over van, ja, levert dat wel dat op wat je daar zegt of levert dat niet op? Is dat een ervaring die jullie delen of zie je dat op een gegeven moment gewoon men open staat in de waterschappen om? Wisselend, ja. Vooraf weet je natuurlijk niet wat het echt gaat opbrengen. Je hebt met z'n allen een idee, ook met je partners wellicht, in ons geval met Royal Haskoning ook. Je hebt een idee en je hebt daar verwachtingen van. Maar of dat altijd uitkomt, daar heb je geen garantie naartoe. Dus dan moet je aan de slag met elkaar. Gewoon doen. Vallen opstaan. Vasthoudendheid, denk ik ook zo'n woord wat we mogen noemen. Ja. Sommige trekken steek in voor een paar maanden, in ons geval ook. En uiteindelijk duurt het een jaar. Mm-hmm. Maar dan moet je wel vasthouden. Want je hebt wel het doel voor ogen. En als dat lukt, stapje voor stapje dichterbij komen, ja, dan krijg je wel iets. Ja. Wat wij ook zien,
daar hebben we ook gevraagd en dat zien we ook steeds meer toegepast. Wij noemen dat het woord value hacking. Dat is Engels woord dan, maar eigenlijk proberen dat te hacken, die value. Hè? Dus van, en dat klassificeren, zodat je inzicht krijgt van wat zou de impact kunnen zijn, wat zijn de kosten of wat levert het op. Dat je ook prioriteiten kunt stellen. Hè? Dus dat je niet alleen op één use case gaat vertrouwen, hè? Op één paard gaat wedden. Maar dat je meerdere paden hebt en dat je gewoon gaat kijken van hoe die waarde dan ontstaat. Prioriteiten daarin neemt. De mogelijkheid hebt om een use case ook af te waarderen. Dat je zegt van nou, dit paard, dat gaat hem niet meer worden en we gaan nu deze kant op. In plaats van dat je aan één ding vasthoudt en dat succesvol moet gaan maken. Mm-hmm. Dan kun je wel heel vasthoudend zijn, maar dan trek je misschien aan een dooi paard. Ja. Dus ik denk dat je daar ook moet kijken van dat je creatief moet blijven en prioritiseren. En ja, value hacking kan daar een mogelijkheid toe zijn. Ja, het is een verhaal van timing. Uiteindelijk zie je dat, wat je ook zegt, ja, kies een use case uit waar je mee denkt te gaan werken. En begin gewoon. Ga kijken hoe ver je komt, want de ervaring leert ook gewoon dat als je dit soort technieken in gaat zetten, en ook op andere bronnen en andere, noem het allemaal maar op, dan wat wij standaard gebruiken, bijvangst ligt om de hoek. En dan kan het best zijn dat er een andere use case naar voren komt die heel veel meer waarde kan toevoegen dan dat je ooit bent begonnen. Ja, denk maar aan dat boot, ja, wat ik aangaf. Ja. Niemand had ooit bedacht dat je om een nieuwe havenklant te zouden worden. Nee. Dachten van we gaan die coatings verkopen. Ja. Ja. En dat gaat ja, agile, hè, of in ieder geval op een iteratief kort cyclisch gaan ze dat bedenken, ja, of komen erachter. Ja. Dus de business case is echt een punt van timing. En volgens mij zit hier nadat je hebt kunnen aantonen dat er gewoon potentie zit voor misschien wel meerdere use cases. En dat het gewoon technisch realiseerbaar is. En volgens mij is dan het moment om aangebroken om een business case op te stellen. En dat is ook het gesprek juist met je business. Maar met je uitvoerende takken of hoe je het precies wil noemen. Die zullen ook moeten nadenken. Wat zijn dan de toegevoegde waardes voor mijn bedrijfsproces? En nogmaals, de consequenties die daar mogelijk bij horen. Ja. En soms komt denk ik ook op een compleet ander moment dan je verwacht. Ja. Als je kijkt, er was op een gegeven moment een paar jaar geleden het idee over big brown data, zuiveringen. Dan hadden we corona nodig om het helemaal uit te rollen dat nu op alle zuiveringen wordt gemeten hoeveel virusdeeltjes er in het water zitten. Ja, en dan zie je dat zo'n initiatief op een totaal ander moment ineens heel veel waarde gaat toevoegen. En dat anderen dat ook gaan zien, hè? Dus dat je een veel volgers krijgt. Ja. Dus dat is denk ik daar een heel mooi voorbeeld van timing ook. Ja. Is er nu al dat er naast die virusdeeltjes dat jullie nu denken van, hey, we hebben dat systeem nu opgezet, we hebben de volgende staan al klaar, wat jullie meten? Nou, landelijk wordt er over nagedacht, maar het is zover zijn we nog niet. Nee. Landelijk wordt er over nagedacht, ja. Maar die mogelijkheid, zijn wel de stappen. Stappen. Ja. De urgentie was er ineens. En dat helpt soms ook enorm. Ja. Of een idee of een urgentie, dat kan je dan triggeren om echt versnelling te maken. Ja. En het is ook heel interessant wat voor ethische kwesties daar dan natuurlijk ook bij gaan horen. Dus dat is ook iets wat je maatschappelijk ook moet gaan bekijken. Hoe ver wil je daarin gaan? Wat doe je ook met die data? Hè? Het is heel handig om te kunnen voorspellen waar de volgende COVID-golf of zo gaat plaatsvinden. Maar je wil dat niet tot wijk, tot huisniveau kunnen toebedrijven. Dat gaat weer over privacy, over heel andere... Dat zit in die onderlaag, met een modelletje, die gele blokjes. Er zaten aardig wat blokjes en dan zat die data, ethiek, zat daar zeker ook in. Want uiteindelijk kun je daar echt op nat gaan. Er zijn een aantal voorbeelden ook wel te noemen dat organisaties echt dat hebben moeten terugtrekken, het algoritme. Ja. Of dat ze dat moeten aanpassen en dan de waarde niet meer kunnen realiseren. Dus aan de ene kant moet je niet te veel laten blind staren op risico's. Ik ben er wel mee begonnen, maar gewoon puur om even aan te geven, ja, waar kun je aan denken aan risico's en hoe moet je dan daarmee omgaan? Aan de andere kant, ja, je moet ook een beetje ondernemer zijn en ook kijken wat zijn de mogelijkheden dan om die risico's dan ook te beperken of in ieder geval zodanig te verlagen dat je wel die business case kunt realiseren. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd, want wij hebben in het kader van digitale transformatie, hè, dan willen we organisaties helpen om daar een begin mee te maken. Er werd daar straks ook gezegd, hè, jij gaf het aan, hè, je moet gewoon beginnen, toon lef. Dat we ook altijd ons richten in een zogenaamde 20-day challenge om, laten we beginnen met het low-hanging fruit, zodat je snel resultaten kan laten zien. Dat je de meerwaarde van een stukje digitalisering kan laten zien. Maar als ik jullie zo beluister, dan is dat, low-hanging fruit is niet per se de aanpak.
Ik denk dat het een beetje een tweesporen beleid is. Het low-hanging fruit, zeg maar, dat zijn heel vaak optimalisaties in bedrijfsprocessen. En wat mij betreft moeten we dat gewoon als waterschappen gewoon faciliteren en zorgen dat ook die stappen gemaakt moeten worden. Maar als je het hebt over echte digitale transformatie, moeten we dat organiseren. Want dat gaat niet alleen maar over een stukje optimalisatie in het bedrijfsproces. Het gaat over het kantelen van je hele bedrijfsproces. Ja. En dat is eigenlijk wat je net benoemde. Je kan een nieuw businessmodel aanboren, maar je kan gewoon ook je bedrijfsproces volledig... Precies. Het ligt aan hoe je daar komt. De weg daar naartoe is, die weet je niet altijd. Je moet een beetje omgaan met onzekerheid. En dan kort cyclies is dan wel het antwoord. Ja. En ook beginnen. Ja. Vergeet ook wel dat onze wereld van het waterschap echt wel drastisch aan het veranderen is. Ik werk nu 11 jaar binnen dit vakdomein, om het zo te zeggen. Als je dat 11 jaar terugkijkt of nu... Toen had je relatief nog redelijk eenvoudige zuiveringen. Daar komt steeds meer bij. Dus ons taakveld verbreedt en verdiept. Mm-hmm. Deelstroombehandelingen, we willen steeds meer uit het afvalwater halen. Er wordt grondstoffenfabrieken worden genoemd, energiefabrieken. Dat zijn allemaal processen die ernaast gekomen zijn. Maar die veel intelligenter zijn. Daar heb je veel meer kennis en informatie voor nodig om dat goed te kunnen besturen. Ze zijn vaak veel fijngevoeliger. Mm. Dus je hebt met veel meer sensoren te maken. Dus je wordt ook wel gedwongen om stappen te gaan zetten in die richting. En als je de oude denkstijl en denkwijze aanhoudt, gaan we die nieuwe techniek niet omarmen en niet kunnen bedrijven. Dus we moeten ook wel met onze tijd mee willen gaan. Dus dat is misschien ook wel wennen voor waterschap, land die relatief autonoom, redelijk standaard was. En dat is wel drastisch aan het veranderen. Dat is wel een mooie inleiding naar het tweede deel van de discussies, namelijk dat voor een datagedreven organisatie gaf jij aan dat samenwerking essentieel is. Dat je een ecosysteem moet creëren. Ja. Veel externe data, expertise van buiten. Van buiten halen ook, ja. Van je buurschappen of buurwaterschappen. Hoe gaat dat bij jullie? Zoeken jullie veel samenwerking op als het gaat om data gedreven zijn? Nou, de pilot dan die wij nu aangepakt hebben, hadden we een idee uit de markt gezien. Hey, dat kan interessant zijn, dat triggerde ons. Maar ja, dat was voor ons niet genoeg, we wilden het breder hebben. Dus we zijn met de bewuste partner, in dit geval Roel Haskoning, gestart. Van, joh, maar ik wil eigenlijk meer, dit is eigenlijk mijn wensbeeld. En dat zijn we met elkaar gaan delen. Maar ja, dan hebben we eigenlijk ook liefst de gemeente aan tafel. En aan de voorkant van het proces, dus nog voor ons eigen werk. En uiteindelijk hebben we daardoor in de keten gedachten meer gewerkt met elkaar. Dus eigenlijk met z'n drieën opgetrokken. En de business case ook met z'n drieën uitgevoerd. En ook gecommuniceerd naar de buitenwereld waar we staan en hoe we ermee bezig zijn. Dus echt niet alleen. Ideeën is ergens ontstaan. Maar uiteindelijk hebben we dat met elkaar verbreed en verdiept. Om dan in de hele keten samen te werken. Ja. Ja. En in hoeverre, want als je het hebt over de keten, dan denk ik al snel ook aan het waterschapshuis. In hoeverre delen jullie initiatieven met elkaar? Nou ja, ik zou zeggen, stem vooral. We doen mee met Winnovatie. Dus we hebben ons idee wel gelanceerd en in de markt proberen te zetten. Het was niet afgesproken. Ik pak wel mijn kans. Ja. Nee, dus we hebben het in die zin wel proberen onder de aandacht te brengen. Maar we hebben het wel binnen deze groep partners gehouden in eerste instantie. Ja, de waterschappen werken natuurlijk veel samen binnen het waterschapshuis. Maar ik herken ook heel erg wat jij zegt, André, van die samenwerking in de keten. Als het gaat om zuiveren en het riool, dan is dat heel interessant om dat met gemeentes te doen. Dus wij zijn ook nu met een project bezig waarin we echt kijken, kunnen we een open data platform creëren om gezamenlijk te kijken hoe kun je dus steeds slimmer, efficiënter, schoner dat water krijgen. En dat begint gewoon aan wat er door die wc gaat. Dat komt op een gegeven moment, kan je er zelfs de bronaanpak natuurlijk aan koppelen. Maar hier wordt echt gekeken, oké, kunnen we met elkaar als ketenpartners naar zo'n open data platform. Dat is een project wat nu bij ons is gestart, dus dat doen we op die manier heel actief. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij nu ook partner zijn weer in de Dataweek NL. En dat is ook wel weer interessant, want dan ontmoet je weer heel andere type partners. Hè? Ondernemers ook ketenpartners die ook met allerlei initiatieven, ook compleet iets anders dan water. Hè? Buiten de sector. Buiten de sector. En dat kan heel inspirerend zijn. Ook onderwijs is daarbij aangesloten. Dus dat zijn wel plekken waarbij je elkaar... opzoekt om inspiratie op te doen. Zeker. Daarom gaf ik ook in mijn presentatie ook een aantal use cases of voorbeelden die buiten jullie sector zaten. Niet dat ik zo heel veel heb, maar het geeft ook denk aan van wat er allemaal mogelijk is. En dat kan van die sentimentanalyse zijn dat je denkt van ja, hoe zou dat in waterschap kunnen zijn? Maar dat kan natuurlijk op allerlei gebieden ook zijn. Tot en met preventief onderhoud, want ik neem aan dat jullie daar echt wel mogelijkheden en veel mogelijkheden zijn. Ik weet dat jullie ermee bezig zijn. Tot uiteindelijk wellicht met partners tot nieuwe ideeën komen.
Ja, wij zien dat zelf ook, hè, want we zijn natuurlijk een bedrijf wat eigenlijk in alle sectoren wel actief is. Of dat nou industrie, transport en logistiek is. De infrastructuur en eigenlijk daar alle ervaringen die we erop doen. Maar vaak is de vertaalslag naar een toepassing binnen het waterdomein relatief eenvoudig. En net wat jij liet zien over predictive maintenance op ProRail. Nou, de vertaalslag van ProRail naar assets binnen het waterschap, ja, die zijn eenvoudig. Ja. Er was net een vraag. Ik heb hier een lijst voor de externe vragen. De vragen die via de chat binnenkomen, maar die is inmiddels weer verdwenen. Die heeft de vraag ingetrokken. Ja. Even kijken, want wat ik wel interessant vind, is als je zegt van ja, we zijn op zoek naar samenwerking. Zoek je dan ook bijvoorbeeld marktpartijen erin die bijvoorbeeld deeloplossingen opleveren? Of zeg je van nee, dat willen we dan toch wel in eigen hand houden? Nee, volgens mij doen wij dat allemaal. En ik denk dat een heel leuk voorbeeld is wat wij als watersector de afgelopen jaar gestart zijn. Wat onder de werknaam Nederlandse veranderdetectie rondgaat. Is dat wij, even los van dat wij, voor zover wij weten, een unieke samenwerking met alle waterschappen Rijkswaterstaat zijn aangegaan. In combinatie met ook de Nederlandse Ruimtevaartorganisatie, de STOA, maar ook een aantal marktpartijen. Dus ook met innovatieve aanbestedingen. Om gewoon een volledig datagedreven toezicht op het buitengebied binnen handbereik te brengen. En dat is eigenlijk wel heel grappig, want we hebben elkaar gevonden. En nou, ook dat was er eentje, we gaan gewoon starten. Ja. Dus we hebben ook gewoon, je moet even wat dingen regelen, maar dan kun je los. En uiteindelijk is het nu zover dat we er min of meer door de ontwikkelfase heen zijn. Maar dat we ook parallel daaraan in samenwerking met het waterschapshuis al een business case aan het schrijven zijn voor het landelijk inzetten van dit soort tooling. En ja, wij kunnen daarbij niet zonder de markt. En de markt kan omgekeerd ook niet zonder ons, want iemand zal toch ergens domeinkennis in moeten brengen. Ja, wat ik zelf altijd dankbaar vind bij de waterschappen. Maar we hebben het nu heel erg over de waterschappen, maar dat is voor drinkwaterbedrijven met bijvoorbeeld hun netwerkvraagstuk is dat niet wezenlijk anders. Maar dat je natuurlijk ziet dat de parallellen niet alleen van andere markten naar het waterdomein, maar ook als je het bij het ene waterschap hebt gerealiseerd en daar is het succesvol, dan vindt een ander waterschap dat natuurlijk ook interessant. Ja. Ja. Als we het hebben over samenwerking extern, dan kan ik me ook voorstellen dat je het hebt over samenwerking intern. Ik kan me voorstellen dat de ene afdeling die genereert data, die produceert data. Nou, we weten, data, context aan toevoegen is informatie. De ene afdeling die weet wel hoe je die data moet interpreteren en een ander heeft daar moeite mee en gebruikt het daardoor niet. Zien jullie dat er bij jullie ook nog sprake is van stovepipes? Ja, wij zitten nu in een fase waarin we eigenlijk wel waren bezig met ons datalab. Hè. Echt een club van enorme experts op het gebied van engineering en data science. En nu zijn we eigenlijk aan het opschalen naar een afdeling data en informatie, waterdata en informatie. En daarmee professionaliseer je ook echt die aanbodkant in de organisatie. En dat is eigenlijk ook wel een heel interessant wat er dan gebeurt. Want daarmee ga je dus je expertise verder opbouwen, dat professionaliseer je echt. En daarmee moet je vraagkant, je noemt het ook al maar eens in jouw presentatie, die vraagkant moet mee ontwikkelen. Nee. En dat kan alleen maar als je heel erg intensief met elkaar samenwerkt, veel kennis met elkaar uitwisselt, samen ideeën uitwerkt. Dus we zien die club ook niet alleen maar, er komen drie smaken samen, eigenlijk echt de datakant, de informatiekant, de geokant en ook overigens de informatievoorziening, die komen samen. Dus er zit een enorme expertise, maar je hebt ook executiekracht nodig. En je hebt ook die verbindingskracht nodig. Dus echt die partnerschapskant, intern partnerschap. Maar wij merken wel, als je kijkt naar de individuele medewerker bij ons, wij zijn al jaren bezig met een cultuur van persoonlijk leiderschap, waarin mensen zich bewust zijn van dat beroepen veranderen, welke kant ook op, hè. Die digitale transformatie speelt daar een heel belangrijke rol in. Dus mensen zijn daar ook gewoon wel bewust van. Dus weten ook wel van, oh, dat komt het. Dat biedt voor mij ook mogelijkheden, kansen. En het is ook spannend. Want er zit ook een hele spannende kant aan. Want als dat versterkt wordt, ja, dan gaat dat ook iets voor de business betekenen. Ja, ik zit even in dubio. Want dit is een hele mooie overgang van
datagedreven organisaties en samenwerking naar datageletterdheid. Want eigenlijk als je datageletterdheid, een deel van datageletterdheid is volgens mij weten hoe je de vraag formuleert. Aan de andere kant, ik krijg ook een vraag vanuit de chat en die zou ik graag toch willen stellen. De overheid stelt gevalideerde data beschikbaar. Is dat ook iets voor het waterdomein? Daar kan Jeroen denk ik wel wat moois over vertellen. Ja, uiteraard. Kijk, uiteraard zijn wij als waterschap ook een overheidsorganisatie. Dus data die we hebben is van iedereen. Dus ja, gevalideerd is altijd een interessante vraag. Ja, daar moet je het nog wel even goed over nadenken natuurlijk. Maar dat, ja. In de basis is alles open. Ja. Ja. Tenzij dat niet mag. Ja. Andere... Ja, helemaal eens. Wij hadden het er net bij de koffie al over. Stel je dan ook de ruwe datasets gewoon open voor anderen. En dan kunnen anderen het fout eruit halen, maar daar ook op doorontwikkelen. En ook hun eigen data naast leggen of toevoegen. Ja. En daar zijn wij ook wel geïnteresseerd in. Dus ik denk wel dat dat de toekomst wordt. Zeker ook met de wet open data of open overheid. Op het moment dat we dat echt serieus zouden implementeren. Hè, en daar ook... Ja, echt vanuit transparantie, ook echt vanuit openheid, dan denk ik dat dat echt de toekomst is. Ja, en dat je daar ook weer toegevoegde waarde, ook maatschappelijk gezien, mee kan creëren. Ja. 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 Dat is ook wel een interessante vraag die ik nu binnenkrijg. Want ik herken hem direct. Hoe kijken de panelleden aan tegen de balans tussen aan de ene kant innovatie, afhankelijk zijn van data, informatie, artificiële intelligentie, internet... En anderzijds de vertrouwen of de vereiste betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Ja, dat is denk ik een belangrijke vraag. En dank voor die vraag ook. Want ik gaf in mijn presentatie ook heel kort aan dat vertrouwen heel belangrijk is in een stukje acceptatie. En het vertrouwen moet je natuurlijk verdienen. En dat is niet dat je op het einde komt van tada, hier heb ik wat. En nu gaan we daar met jullie, dan ga ik jullie laten zien hoe het gaat. Ik denk dat het belangrijk is, en Geertrud, jij gaf dat ook al aan in jouw stukje net in de panel, van je moet die business ook meenemen. Je moet uiteindelijk met de use case moet je uiteindelijk zorgen dat ze vanaf het begin meedoen, dat ze ook de juiste vragen stellen. En dat niet dat wij aan de aanbodkant denken van nou, ze zullen dit wel bedoelen, we gaan eens even een paar weken aan werken. Echt dat ze inherent onderdeel uitmaken van het team en dan gezamenlijk komen tot dat product, in een iteratieve wijze, zodat je kunt bijsturen en dat je echt zorgt dat je die vraag kunt beantwoorden. Ik vond het heel mooi hoe je dat ook net noemde. In die zin is datagedreven net werken, net een nieuwe medewerker. Hè? Die moet je ook leren kennen en vertrouwen. Dat is. Nou, dat op zich is dat ook toch, hè? Want ik zei net, dat was een mooie overgang naar het derde onderdeel van de paneldiscussie. Althans, zoals ik hem zelf graag ingedeeld wilde zien, namelijk datageletterdheid. Jij noemde al in je presentatie van je moet vertrouwen hebben in algoritmes, leren vertrouwen in algoritmes. Jij gaf aan de andere kant aan van we moeten leren om de vraagkant goed te formuleren, dat je meegroeit, dat je niet vraagt naar een oplossing, maar dat je vraagt naar een richting. En kunnen we dat vervolgens met elkaar invullen. Datageletterdheid, in hoeverre is dat voor jullie op dit moment een aandachtspunt? Ja, zeker. Ik denk continu een aandachtspunt. Eigenlijk in de business case die je al noemde, de pilots die je al aan het doen bent. Mensen meenemen, niet aan het begin starten en aan het eind evaluatie, maar we doen eigenlijk maandelijks tussentijds evalueren, inclusief de betrokken mensen die ermee werken. In het begin erg wantrouwend, wat gaan we nou precies doen, wat gaat dit opleveren? En nou zitten ze bij wijze van spreken aan de voorkant in de evaluatie, ze zitten er echt middenin. En dan zien ze ook van dat het iets gaat opleveren, dus ze krijgen ook vertrouwen in die data, dus dat gaat groeien. Ook hun kennis neemt toe op het gebied van data-ICT-onderwerpen. Dus de competenties van de mensen, dat beseffen ze nou langzamerhand ook steeds meer. Dat gaat ook veranderen. Want ze gaan een deel van hun vakgebied, de rioolgemalen, dadelijk uit handen geven. Wat jij ook al noemde, hè? Die zuivering die volledig geautomatiseerd is. Ja, dat is een stuk vertrouwen wat ze moeten gaan opbouwen. Maar ook die kennis die hun hebben, die zit in hun hoofden. Die gaan we overdragen deels aan die systemen. En die systemen ontwikkelen we met hun kennis. En dat gaat eigenlijk hand in hand. Ja. Ja, dat is wel interessant, hè? Want je zag dat zie je natuurlijk ook met die agile ontwikkeling. Dat je steeds meer de business gebruikt in het ontwikkelen van je functionaliteit. En dat zie je ook, dat kun je eigenlijk niet doen zonder dat je de domeinkennis daarin betrekt. Ja,
Absoluut. En dat zijn eigenlijk de eindgebruikers, de mensen in het veld, de mensen in de operatie. Dat zijn de redenen met de domein. Maar dan wordt het ook echt leuk. Ja. Dan wordt het echt leuk, dat ervaren we. In het begin was het, wat ik vertelde, enthousiast. Daarna werden we wat sceptischer. Het ging allemaal niet zo makkelijk. En nu worden mensen enthousiast. En nu gaat het opleveren. En nu zien ze de meerwaarde er ook van in. En dat het ook geen bedreiging is. Nee. En dan, dan worden mensen enthousiast. Dan wordt het echt leuk. Maar uiteindelijk hou je mensen nodig die duiding moeten geven aan hetgeen wat de computer aangeeft. Ja. En we gaan niet alles met een computer beantwoorden. Hè. Er zijn altijd situaties waar gewoon het menselijk vermogen, geestelijk vermogen de doorslag geeft. En we hebben altijd mensen nodig die het op gaan lossen. Ja. Competentieverschuiving. Het is wel een competentieverschuiving. Ja. Ze gaan op een gegeven moment boven die stof staan, hè, om toch dat algoritme te kunnen doorgronden. Ook je maakt wel eens een keer een fout. Hè, kan ook een foute inleringstrek erin zitten. Dus daar moet je dan doorheen kunnen prikken. Ja, het vakmanschap verandert. Ja. Maar en het zou de implementatie van data, van het gebruik van data en technologie zou ruimte moeten geven om meer op je talent ingezet te worden. Dus dat het echt leuker wordt. Ja. En ook, we merken ook het ontwikkelen van zoiets. Ja, dat kent hobbels. Hè? Hoe noem je dat? Het badkuikmodel? Ja, ik noem het badkuikmodel. absoluut. En tegelijkertijd merk je ook wel de fun die het mensen geeft om met zoiets nieuws bezig te zijn. Ook, we zijn ook bezig met agile. En op sommige plekken werkt het prima en op andere helemaal niet. Dus dan doe maar gewoon normaal. En doe het wel een beetje zo. En dan zie je toch dat de beste ingrediënten er wel uit worden gevist. Hoe je dus inderdaad kortcyclisch kan werken, zodat je niet heel lang als een duikboot een keer boven komt met een product dat niet meer klopt. Nee, er wordt eigenlijk heel goed met elkaar steeds in kleine stapjes dan ontwikkeld. En dan gaat het ook best wel. En dan overwin je ook wel de lastige kanten daaraan. Ja, want ik kan me voorstellen dat als jij als operator bijvoorbeeld gewend bent om jouw proces te sturen op basis van gut feeling. Maar volgens mij moet ik hem nu een duw geven. Of iets omlaag schuiven. En daar moet ik bijsturen. Terwijl ik vervolgens krijg ik eigenlijk op basis van analyses, een data-analyse die buiten mij plaatsvindt, waar ik eigenlijk geen verstand van heb, maar die vindt plaats. Het vertrouwen op het algoritme. Krijg ik een setpoint terug en ik zet hem daarop. Ik kan me voorstellen dat dat een rare gewaarwording is voor mensen. Of is dat juist dat dat niet plaatsvindt omdat je dat meeneemt in je innovatie? Nou ja, ik denk dat je de kennis van hun dan veel beter kan gaan inzetten. Ze kunnen met de echte leuke dingen bezig zijn. In plaats van met de 80% alleen maar de doe-dingen, waar ze nog maar 20% van hun tijd over hebben voor de leuke dingen. Je wilt eigenlijk omdraaien. Heel veel moet geautomatiseerd zijn en afgehandeld worden. Waardoor ze echt het verschil kunnen gaan maken. Ja. En dan wordt het voor hun ook veel leuker. Ja. Het vak wordt veel interessanter. Ja. Waar je vakmanschap kan laten zien. Ja. 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 Ik zou even... En dat vraagt wel iets in die datageletterdheid. Want het vraagt wel om nieuwe kennis. Die je opdoet als professional. Dat is natuurlijk wel zo. Ja. Dat vraagt ook echt om opleidingen weer volgen en een andere invulling van jouw vak. Ja. 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 Ik zou even willen vragen of er misschien vragen vanuit het publiek zijn die gesteld kunnen worden. Ja, ik heb wel een vraag aan Tremor. Ik ben wel benieuwd hoe jullie denken als je doorkijkt naar... Ik verwacht hoor, is dit te horen of niet? Ik had een vraag aan het panel. Ik ben benieuwd hoe jullie kijken naar het waterschap van de toekomst als het gaat om hoe het georganiseerd is. Hè? Veel waterschappen zijn al wel redelijk traditioneel met de waterveiligheid, waterzuivering en watersysteemtakken. En als je data meer centraal gaat zetten en je gaat ook echt data gedreven, gebaseerd op goede gevalideerde data, ga je werken. Hoe ziet zo'n organisatie dan eruit? Wat voor verschuivingen zie je dan gebeuren? Waterschap van de toekomst. Wie wil? Je wil een pitch doen. Ja, ja. Nou, ik ga het doen. Kom mee. Ik denk dat het een hele legitieme vraag is. En uiteindelijk, even los dat het nu min of meer gescheiden domeinen zijn, denk ik dat het gewoon het is een integraal netwerk van voorzieningen voor een waterschap. En ik denk dat met data gedreven werken, helemaal als we dat echt op de goede manier kunnen aanvliegen, vanuit die data echt beginnen, dat de koppelingen tussen de verschillende systemen, de invloeden tussen de verschillende systemen en dan ook nog over de grenzen van de nu waterschappen heen, echt compleet anders gaan functioneren. En echt heel andere inzichten gaan opleveren. Alleen het is een compleet ander vertrekpunt. En ja, je hebt dus een datagedreven sturend hart van je organisatie en je hebt uitvoerende takken. En ja, dat ik zie hem wel aankomen, alleen ik ben heel benieuwd, dat is wel een spannende ontwikkeling. Maar ik weet niet,
Nou, ik kan hem nog wel even wat benaderen vanuit het iets meer nog het hier en nu. Ja. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om in je topmanagement, dus in de directie, ook die dataportefeuille meer te gaan verankeren. Want het is zo'n belangrijke nieuwe asset. Dus dat is denk ik ook echt voor de toekomst wordt het gewoon steeds relevanter. Waarmee je ook je data governance ook steviger neer kan zetten. Dat is toch iets, denk ik, wat ook moet. En tegelijkertijd dat je veel wendbaarder bent als organisatie in hoe je ontwikkelt. En dat vind ik zelf in onze organisatie heel grappig om te merken. Hè? Wat ik net al zei, van je probeert bijvoorbeeld agile te doen. Dus op sommige plekken werkt het prima en sommige helemaal niet. Dus we geloven er ook niet in om te kantelen. Wij geloven erin om de meest slimme vorm te kiezen die past bij het resultaat dat je wil bereiken. Ja. Maar je ziet soms wel, weet je, dat schuren, hè, tussen de oude traditionele waterschapsorganisaties en waar je naartoe wil. En de snelheid en de wendbaarheid. Dus dat zijn wel uitdagende dynamieken. Ja. En dat is het mooie, hè? Dat is ook de fun die al eerder genoemd is. En ook hoe die vraag en aanbod en topmanagement daarmee mee omgaat. En ik denk, want dat wil ik misschien even nog kort benoemen, met die vraag en aanbod hebben we juist uit elkaar gehaald, omdat dat vaak nog aparte onderdelen zijn, aparte afdelingen. Zelfs aan de vraagkant kunnen nog aparte afdelingen zijn met financiën tot en met zeg maar de operatie. Maar dat wel als geheel groeit, als je alleen maar aan de aanbodkant hele mooie fancy technieken gaat bouwen, maar de mensen die daarmee moeten gaan werken, die begrijpen het niet. Dat is ook geen goede, dat is ook niet efficiënt en misschien kapitaalvernietiging. Mm-hmm. En andersom ook, hè, als je als bedrijf heel veel ideeën hebt en er is geen vraag aanbodkant die het kan oppakken, ja, dan bloedt het ook dood. Dus je moet echt samen groeien en samen die transformatie doormaken. Ja. En dat is toch leuk ook nog. Ja. Oké. Okay. Ik denk, ja, want we kunnen volgens mij nog heel lang met elkaar doorpraten. Ik denk dat we zeker de vraag van Theo van Hollands Noorderkwartier, dat we die zeker nog in de pauze verder kunnen bespreken. We zijn aangekomen aan het einde van de paneldiscussie. Geertrui Verbraak van AMA's, hartelijk dank voor je komst. André de Keizer van Waterschap Rivierenland, ook hartelijk dank voor je komst. En Jeroen Waanders natuurlijk van Waterschap Drenthe en Overijssel Delta, ook hartelijk dank.